Sadet, mag ik jou vragen om naar voren te komen? We zijn gewend dat hier alle... Je hebt geen aantekenboekjes iets bij je, hè? Daar zo, heel goed, heel goed. Wat we doen is even, ik neem hem mee. Tenminste, ik laat hem even staan. Weet je wat we doen? Loop even achterlangs. Kom met me mee, kom met me mee. Zit hier backstage een gordijn? Nee, nee, dat is niet waar. Kom even. Wat we doen is eigenlijk, we lopen ze even langs. Hoef je ze ook niet aan te kijken. Dat geeft ook een bepaalde vrijheid om je... We beginnen hier. En het leuke zou zijn als je eigenlijk over ze alle drie iets vertelt, maar dan nog zonder prijs te geven wie het gewonnen heeft. Dat betekent, wauw, daar heb ik zelf veel zin in, toch? Heel goed. Dus we lopen even achterlangs. We beginnen bij de laatste spreker, Jurjen. Jurjen had een heel goed punt. Ik denk dat in de kern Jurjen de partij die in mijn ogen het beste spint, redelijk goed heeft neergezet. Ja. Heel goed, dankjewel. Kort maar krachtig. Heel goed, Jurjen. Nathalie? Nathalie is fantastisch, deskundig. Het is heel duidelijk dat ze lang in het buitenland heeft gezeten en nog steeds om begrijpelijke redenen grote moeite heeft met de binnenlandpolitiek. Heel goed, Nathalie, heel goed. Joost? Joost is een fantastische performer die op een meesterlijke wijze heeft laten zien dat politici ook maar mensen zijn en dat er hele gekke dingen kunnen gebeuren tussen politici en journalisten. En dat zeg maar de grens op een hele natuurlijke wijze zomaar kan vervagen en dat het begin van het einde kan zijn. Ik vind het heel knap, want je hebt het zo neutraal verteld dat ik echt geen idee heb. Kom met me mee. Hier zit een trappetje, kom met me mee. Zo ja. Ja, zo ja, heel galant. Ik heb van die momenten. Kijk hier. Kijk. Want nu moet je ons echt niet lang in spanning houden. Dames en heren, dit is voor u het moment dat u uw telefoon even kan pakken. U heeft ongetwijfeld al veel getwitterd. Maar dit is wel het moment dat wij erop staan dat we trending topic worden. En daar bent u verantwoordelijk voor. Want, Sadet, hou ons niet langer in spanning. Want jij gaat hem op het hoofd zetten van degene die hem gewonnen heeft. U maakt daar weer allerlei maar een fotootje van en dondert dat ergens op het wereldwijde web. Politieke junkie, december 2014 is geworden, Jurjen van den Bergen! Yeah. Hou vast, hou vast, zo ja. Ja. Heel goed. Zo, hou hem vast even, het is een wisselbokaal, je mag het niet thuis naar meenemen, dan weet je het vast. Dames en heren, even een gekke vraag, tussendoortje even, wie van u zegt vrijzinnigheid, vind ik belangrijk? Gekke vraag. Gewoon in wat zaal. Vrijzinnigheid. Wie zegt, ja, mag best wat hoger die armen. Dat is een beetje belangrijk. Vrijzinnigheid. Oké. Wie van u zegt, weet je wat ik ook belangrijk vind? Natuur. Dat is best belangrijk. Oké. Het kan best zijn dat u ook nog een beetje dolende bent in de politiek. En het kan nog beter zelfs zo zijn dat u wellicht het antwoord krijgt op uw dolende periode. Hier is uw antwoord. De Vrijzinnige Partij staat voor een evenwichtige politiek in een samenleving waarbij iedereen tot zijn recht komt. Uitgangspunt is wat generaties bindt. Denken aan generaties betekent ook denken aan onze natuur voor de volgende generaties. En dat doen we vanuit de vier B's. Beleven, benutten, beheer en het behoud van onze natuur, ons landschap, onze natuurwaarden. Ja, ik ben ook. Zo, ja. Bent u ook weer geland electoraal, dat is ook prettig. Dames en heren, doet u mij een warm applaus. Ons hele panel, een groot applaus. Joost Vullings, Nathalie Wrighten, Jurjen van den Berg. Heel goed, dat komt jullie zeer toe. Dank jullie wel trouwens, nog even nogmaals. Ik zou u ook willen vragen om voor de volgende mensen een warm applaus te geven. Dat zijn namelijk de mensen die het maandelijks voor ons mogelijk maken. Anne de Blok, Marie-Louise Schoenevelle, Floris van Dort, Ibsen Abakor, Jasse Weesberg, Jaap Jansen, Roef Jan Duin, Barbara Bos, John de Zwart, Niels Ted, Anne Schepers en Jelmer uit en thuis. Twee kleine mededelingen. Wat zeg je? Ja, nee, kom ik nog uit. Ik ga u ook melden dat u vast meteen in uw elektronische agenda dit moet zetten dat we de 23 januari weer zijn. Om dit kalenderjaar goed af te sluiten wens ik u natuurlijk fantastische kerstdagen, een geweldig uiteinde en dat doe ik mede namens Tony Blair. Dank jullie wel, tot de 23e. Dank jullie wel.